Vrede Nu. Je weet het meteen. Op bevrijdingsdag werd de vredesvlam ontstoken door loco-burgemeester Alfred Arbouw. De rest van de dag kon men genieten van muziek op het kerkplein. Kijk, hallo. Lekker losjes. Lekker iedereen zijn gang laten gaan. We hebben een aantal instanties heb ik gevraagd om mee te helpen. Dat is het 4-5 mei-comité. Die zijn vanuit Wageningen hierheen gelopen met het vrijheidsvuur. Dat hebben ze hier ontstoken. Er is een woordje gehouden, een opening door de wethouder. Mijn hoogtepunt van vandaag? Nou, natuurlijk toch zelf op het podium staan. Dat is toch een van de leukste dingen die ik doe. Die er is om te doen, zeg maar. Dus daar geniet ik altijd wel heel erg van. Op Wageningen wordt heel traditiegetrouw om 12 uur het bevrijdingsvuur ontstoken. En er komen dan loopgroepen uit heel Nederland. En die komen daar het bevrijdingsvuur ophalen en dat brengen ze naar hun eigen gemeente toe. Om daar inderdaad ook de bevrijding echt uit te dragen. Wat betekent vrijheid voor jou? Jezelf mogen zijn, kunnen zijn en anderen zo ook behandelen. Nu gaan we eventjes snel wat terras lopen en vanavond in samenwerking met de POB hebben we 6 optredens staan nog akoestisch hier op het plein. En ik heb een buitenbarretje en ik heb bier. Met deze dagen realiseer je dat pas echt dat je gewoon kunt gaan en staan waar je wil. En kunt genieten van het lekkere weer als er dat is. Ik denk dat dat wel een beetje voor zich sprekend iets is eigenlijk wel. En dat het voor iedereen anders is. Iedereen geeft er zijn eigen draai aan. Voor mij is het dat ik gewoon in een vrij land woon en werk en vrij kan leven. Ik heb ook nog wat scooters uitgenodigd die jullie al voorbij zagen komen. Die komen met z'n 50 als extra entertainment. En vanavond heb ik een DJ staan. En we gaan gewoon een Breda's feestje maken hier in het centrum. Vrijheid voor mij betekent dat je inderdaad kan doen wat je wil. Dat je kan zeggen wat je wil. Maar ook in een samenleving waar we inderdaad allemaal naast elkaar kunnen leven en met elkaar. Een beetje kunnen doen wat je wil. Zonder dat je andere mensen tegen de schenen aanschopt. Dat is een beetje vrijheid voor mij. Zowel kunstcultuur als rond kunnen lopen. Breda Nu. Je weet het meteen.